Ik heb een aantal van deze oude harde schijfmotortjes. Kijk, ze komen uit zo'n harde schijf. En die motortjes wil ik gaan aansturen met een microcontroller. Bijvoorbeeld een Arduino. Deze motortjes hebben 4 aansluitingen aan de achterkant. En daarvan zijn er eigenlijk 3 fases en een common. En er staat niks bij. Dus je moet eerst zien uit te vinden wat nou de common is. En dat kan je uitvinden met een ohmmeter. En ik zal je nu eerst even laten zien hoe ik dat doe. Zoals gezegd zijn er 4 aansluitingen. 1, 2, 3 en 4. En daarvan zijn er dus 3 windingen. Zo. En 1 algemene, 1 common. Zo. Nou, wat we gaan doen. We pakken zometeen de ohmmeter. En dan gaan we meten tussen 2 willekeurige punten. Bijvoorbeeld deze 2. Dan meten we een ohmse waarde die gelijk is aan 2 keer de waarde van het spoeltje. We meten namelijk door deze spoel heen en door deze spoel. En dan meten we bijvoorbeeld 10 ohm. Dan gaan we weer 2 andere punten meten. We houden dezelfde vast. En deze. En dan meten we weer 10 ohm, want we meten weer door deze spoel en door deze spoel. Onze laatste gok is dan deze en deze. En dan meten we slechts 5 ohm, want we meten alleen deze spoel. En dan weet je dus dat je de common te pakken hebt. Nou, als je daar goed op opgelet, weet je gelijk dat dit de common moet zijn. Dan ga je nog een keer meten. Je meet op deze en op deze. Dan meet je weer 5 ohm. Je meet namelijk dit. Vervolgens meet je op deze en op deze. En dan meet je weer 5 ohm. En tenslotte meet je op deze en op deze. En dan meet je weer 5 ohm. En dan weet je dus zeker, dit is de common en dat zijn de windingen. Nou, die 5 en 10 ohm, dat is maar een voorbeeld. We gaan nu kijken of het lukt in de praktijk. Ik begin met de 2 meest rechtse poltjes. De volgende pol, ik hou de meest rechtse vast en ik ga eentje naar links. Weer 3,5. De laatste. 1,9. Kijk. Dus dit vertelt mij dat de meest linkse de common zal zijn. Dus als ik nu ga meten op de meest linkse, dan moet ik eigenlijk alleen maar die 1,9 ohm meten. 2 ohm, 1,9, ja dat is hem hoor. En in combinatie met deze. Ook. En die laatste die wisten we al. Dat is hem ook. Dus ik weet nu dus dat deze hier de common is. Hoe ga ik hem nou aansluiten op de Arduino? Dit hier is het aansluitschema. Hier bovenin heb ik de motor getekend. Met die 3 fasen en die common. Hierboven is de common. Nou, die common is aangesloten op 5 volt. En met behulp van deze transistors schakelen we dan om de beurt die fases aan massa. En dat doen we natuurlijk met de Arduino. Nou, en op die manier, door ze dus om de beurt aan massa te schakelen, gaat er dus om de beurt stroom lopen. En creëren we eigenlijk een soort kunstmatig draaiveld. En dan gaat die motor gaan draaien. Deze diodes, dat zijn beschermingsdiodes. Om onze transistoren te beschermen. Als je namelijk een loodschakel die sterk inductief is, dan moet je altijd zo'n diode toepassen om je transistor of je schakelend element, kan ook een MOSFET zijn of een relais zelfs, om die dan te beschermen. Ik weet niet precies wat de spanning van het motortje is, dus ik heb maar 5 volt genomen. En we kijken wel of dat genoeg is. De fases worden aangestuurd volgens dit principe. Simple switching. Ik zit hier op Wikipedia bij de switched reluctance motor.
Als ik even hierop klik, dan kan je dus zien dat fase A wordt aangestuurd. Die valt weer af. Op dat moment wordt fase B aangestuurd. En daarna fase C. En dat herhaalt zich gewoon. Erg simpel. Er is ook nog een iets ingewikkeldere sequence. En daarbij overlappen de fases elkaar een klein beetje. En dat moet wat meer torque geven, iets meer kracht. Maar het zal voor onze toepassing niet veel uitmaken, want ik wil alleen maar het molletje laten draaien. Ik ga er niets mee aandrijven ofzo. Hier is de schakeling dan. Hier ligt de Arduino. Hier staan mijn drie transistoren. Dat zijn overigens wel Darlington transistoren. Ja, die zijn wat beter geschikt voor zo'n switch application als gewone transistoren. Misschien is het nog beter eigenlijk om MOSFETs te gebruiken. Maar die had ik even niet, dus ik heb transistoren genomen. Nou, en hier is mijn motortje. Ik heb er even een cd'tje op gemonteerd. Voor de grap, omdat die dan nog een functie heeft. Laten we kijken wat er gebeurt. Dit is de Arduino-code. Die zal ik even kopiëren en plakken in Gini, want dan kan ik wat beter zoomen. En dan is het misschien een beetje leesbaar op YouTube. Ik heb dus drie fasen gedefinieerd. Aangesloten op de pennen 2, 3 en 4. En uiteindelijk gebeurt hier het echte werk. Hier worden dus om de beurt die fases hoog gemaakt. Fase 1 en hier fase 2 en hier fase 3. En na elke wisseling volgt er een kleine delay. Die delay die is ervoor om die puls wat lengte te geven. En hoe korter die pulsen elkaar opvolgen, hoe sneller het molletje zal draaien. En ik begin dus met een hele lange delay. 40.000 microseconden. En ik eindig met een hele korte delay van 1400 microseconden. En in eerste instantie worden die stapjes heel klein, wordt die pauze met kleine stapjes afgebouwd. Omdat dan het molletje nog moet beginnen met draaien natuurlijk. Maar na een aantal rondjes kunnen we doorschakelen naar de tweede versnelling. En dan worden de stapjes al een heel stuk groter. Dus dan, worden de pulsen al snel korter. Daarna, derde keer, dan neemt de versnelling weer een beetje af juist. En later nog meer. Want hoe dichter we bij de eindsnelheid komen, hoe kleiner die stapjes moeten worden. Om hem eigenlijk voorzichtig naar die hoogste snelheid toe te brengen. Ik heb nog even een ledje toegevoegd. Dan kunnen we even kijken naar die versnellingen. Als ik hem zo meteen inschakel, dan begint het ledje met uit. En dat betekent dat hij in de eerste versnelling is. En dat duurt heel erg kort. En dan schakelt hij gelijk over naar de tweede versnelling. En dat is dus met het lampje aan. Derde versnelling is het lampje weer uit en de laatste versnelling is het lampje weer aan. Laat maar even kijken. Eerste, tweede. Derde. En de laatste. Hoe snel zou die nou draaien? Ik wil gaan meten hoe snel de cd ronddraait. En daarvoor heb ik een oude muis gesloopt.
zo'n muis met een balletje. En daar zitten namelijk een aantal infraroodledjes en fototransistors op. En vooral deze daarvoor handig, deze middelste. Die is van het muiswieltje geweest. Hier zat het scrollwieltje. En het scrollwieltje heeft spaken. En die spaken die onderbreken elke keer hier ook een lichtstroom. Hier is namelijk een infrarood led. En hier zit een dubbele fototransistor. En de manier waarop die dan onderbroken wordt, vertelt die processor hier welke kant het muiswieltje opdraait en hoe snel. Nou, ik heb er even een wissel aan gesoldeerd, want ik ga gewoon rechtstreeks die led spanning geven. En die fototransistor die sluit ik rechtstreeks aan op de oscilloscoop. En dan kan ik zien wat voor pulsen die afgeeft. Ik heb hier op de cd een openingetje gemaakt in de reflectielaag. En dan kan ik dus zo de sensor ertussen houden. Nou, dan moet hij gaan meten hoe snel die draait. Onderin staat hier 38,7 hertz. En 38 hertz, dat komt dus overeen met 38 rondjes per seconde. Dat is dus ongeveer 2280 toeren per minuut. Dat is best aardig.